Hey, dit is Bart Valken hier van 2D3D.creatie met voor jullie OBS. En OBS staat voor Open Broadcast System. Wat kan je ermee? Twee dingen. Je kan ermee streamen en je kan ermee opnemen. En wat kun je dan streamen en opnemen? Alles wat jij maar in je scènes wil zetten. Ik laat het je zo zien, maar eerst eventjes de website. Want daar vind je dat je het kan downloaden voor Windows, Mac en Linux. Open source, dus geen gedoe met e-mailaccounts of pro-versies of watermerken. Gewoon gaan met die banaan. En ik gebruik OBS zelf ook voor het opnemen van dit filmpje zoals je hier ziet. Dit is OBS. Het is grijs met knoppen, maar hier is het belangrijkste namelijk scènes. En al die scènes kan je vullen met bronnen. Ik heb hier bijvoorbeeld deze camera, kan ik eraan toevoegen. Dat is de camera waar jullie nu mijn gezicht door zien. Die kan je aan- en uitzetten. En ook allerlei filters aan toevoegen, zoals bijvoorbeeld de chroma key, die het groen achter mij doorzichtig maakt. Super vet! En wat kan ik er nog meer over zeggen? Ja, overgangen. Bijvoorbeeld, dit was het hoofdscherm. En dan ging ik hier naar deze. En hier, dit is zeg maar mijn desktop. Oh, er staat nog wat van Blender achter. Hier zie je dus mijn desktop. Dat kun je dus ook op die manier in OBS zetten, zodat iedereen er kan meekijken via de stream of via de opname. En je kan ook video's toevoegen, want de klok is een videootje die ik heb gemaakt in HitFilm. En die kan ik ook aan- en uitzetten. En als ik naar de klok kijk, zie ik dat ik nog 8, 7, 6 seconden heb om jou te vertellen dat OBS meer dan de moeite waard is om eens naar te kijken. Top!